Yo medegamers, leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Ik verkeer wel in een soort permanente staat van verkoudheid. Dus als je opeens een snotdruppel uit mijn neus ziet komen lopen, dan weet je hoe dat komt. Ik kom bij jullie met een vraag. En dat is, welke content willen jullie dat ik maak? Want de afgelopen tijd heb ik natuurlijk best wel veel Pokémon Go content gemaakt. En daar heb ik ook best wel wat subscribers van gekregen. Welkom ook aan jullie allemaal, nieuwe subscribers. En er zijn ook mensen van GamerGeeks gekomen. Ook welkom aan jullie. En ik zou gewoon graag willen weten van... Wat zouden jullie willen dat ik voor content maak? Want ik heb een aantal dingen heb ik sowieso in de planning staan. Ik ben nu ook bezig met een uploadschema te maken eigenlijk. In ieder geval dat er gewoon content uitkomt op bepaalde dagen. Ik heb nu ook een soort van productie paar dagen. Ik ben nu 3-4 dagen al video's aan het maken. En die plan ik dan in zodat ik zodat er ook video's uitkomen wanneer ik niet gelijk diezelfde dag een video maak en die upload. Want dan heb ik nooit wat achter de hand. En op deze manier wel. Nou, ik heb zo een paar items die komen sowieso. Er komt een controller fix, want mijn controller was kapot. Dat heb ik gefixt en dat laat ik even zien hoe dat moet, omdat andere mensen dat misschien ook gehad hebben. Er komt een Lawbreakers first look aan. Er komt een let's play aan met mijn vriendin. Ook komt waarschijnlijk Undertale in zijn volledigheid op mijn YouTube. Ik ben heel het spel aan het uitspelen op de true pacifist manier voor de kenners. En dat is wel echt een leuk spel hoor. Dus let daarop. Ze worden lange video's van 1,5 uur. Maar wel gezellig. You idiot. In this world, it's kill or be killed. Why would anyone pass up an opportunity like this? Heftig. In. Dus en ook gewoon nog let's plays van andere games die je misschien niet kent. Want ik vind het leuk om games onder de aandacht te brengen waarvan je denkt, hey, ik wist niet, dit ziet eigenlijk best leuk uit. En ik wist niet dat ik dit leuk zou vinden, maar misschien wel. Dus dat. Maar ik zit ook met nog ideeën met dingen die ik nog niet heb uitgewerkt. En als bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk ook samen met jullie, als jullie dat leuk lijken, Pokémon Omega Ruby met jullie gaan uitspelen. Want ik heb een soort van setupje gekocht. Zodat ik ook 3DS gameplay kan opnemen, want dat vind ik ook gewoon leuk. Want ik heb geen content van Nintendo, zeg maar. En dat wil ik wel hebben, eigenlijk. Want Nintendo is natuurlijk gewoon fucking tof. En dat kan ik dan voortaan gaan doen. Ik heb gewoon een budget oplossing gevonden om 3DS gameplay op te nemen. Dus als je dat leuk vindt, laat het me weten. Reageer in ieder geval gewoon in de comments van wat zou je willen zien. Of wat vind je een goed idee van wat ik nu allemaal vertel. Of als je zelf een idee hebt, mag je het ook droppen. Je kan ook zoiets hebben van... bijvoorbeeld, ik maakte ook van... Oh ja, komt ook van Overwatch. Maak ik ook best wel wat content. Of heb ik content gemaakt? Bijvoorbeeld Hero Guides. Stel je mist die, dan kan je ook gewoon zeggen zo van... Ja, kun je misschien daar weer eentje van maken of zo. Dus ik ben gewoon benieuwd. Wat willen jullie van mij? Want ik maak natuurlijk content voor jullie. Ik maak het ook voor mezelf, omdat ik het leuk vind om te doen. Maar als alleen ik het leuk vind, dan houdt het snel op, weet je. Het is ook voor jullie. Dus daar gaat deze video over. En ik wilde jullie even een updateje geven over wat er komt. En waar ik mee bezig ben. En dat was het denk ik wel. Dus laat gewoon lekker in de comments weten. Wat wil jij dat ik voor content maak? Wil je dat ik ergens mee doorga wat ik heb gedaan? Wil je bepaalde games zien die ik ga spelen? Laat het ook weten. Ja, ik kijk ernaar uit om van jullie te horen. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Later eens. Hey Shazi, kom je mee naar buiten? Het is prachtig weer. Kom, kijk maar even. Kijk. Het is best mooi weer. Maar ja... Heb ik zin? Heb ik geen zin? Ik weet het niet. Weet je wat? Vooruit dan maar. Wat kan er fout gaan?